Maar wij beginnen geen romans met z'n tweeën. Na een week vol activiteiten, informatie en streams maken wij de balans op. Hebben jullie je een beetje vermaakt? Kennen jullie elkaar inmiddels al een beetje? Cursor ging de campus op met de vraag: wat is het stoutste dat degene naast je deze week heeft gedaan? Het stoutste? Het stoutste? Niet zoveel. Gewoon vals spelen bij al die, bij die wedstrijdjes. Smeren, gewoon een stapje naar voren zetten ofzo. Hij is net gaan eten in plaats van naar een workshop te gaan. If you see like patches of just like no grass, she probably did it. It's really bad. Dat is echt leugen, zijn dit. Ja, nu niet met haar intro shirt aanlopen, dat is het denk ik. Gisteren even naar de wc toe. Ik heb niet zo hele goede ogen. En ik kom terug en ik had zo'n tasje gekregen van de ESC volgens mij. En daar zaten wat spullen in en dat tasje is opeens weg. Ik denk toch wel Tom's dance moves bij een van de activiteiten vanochtend. Hij zet vanochtend niet meegeholpen met de business case. Ze heeft de duct tape uitgepakt en is vervolgens 3 uur lang gaan dansen en eten. Ja, zij allemaal lachen natuurlijk. Ah, okay, die zal wel weg zijn. Ja. Maar die hing blijkbaar ergens in de boom. Dichtbij waar iedereen kon zien, maar ik heb er een half uur over gedaan of zo om het uiteindelijk te vinden. Ja, bij mij zijn dansjes zonder alcohol op niet het sterkste punt. De strandbal heette bij andere groepjes terwijl ze aan het eten waren. Echt gewoon een half uur lang. Je oortjes afdoen. Hij is mijn kitten en hij moet zijn oortjes altijd dragen. Maar de jongens doen ze allemaal stiekem af en hij ook. Maar Charlotte zei dat ik heel erg lief geweest deze week. Hij heeft niet zoveel stout gedaan. Het liefste? Weet je wat een moeilijke vraag allemaal. Helemaal niks. Helemaal niks. Gewoon er zijn, denk ik. Ja, nou, gewoon hartstikke gezellige jongen. Ook al zijn dan. Ik vind die al een beetje een probleem. Oké. Misschien. Same, I have like met her, we really clicked, it was really nice. Goede instelling, vrolijk, gewoon positief. En een grote mond. En een grote mond is ook leuk op zich. He's always available for them. Mocht het eens mee, ik had een cadeautje toch? She's trying to connect more with them when we meet up in person. Geeft hele cadeautjes weg, dat is ook heel lief. Ik had appelsap meegenomen voor al mijn kiddo's. Want het was ook leuk om te zien dat de kiddo's toch een beetje loskwamen en dat ze het met elkaar goed konden vinden. En dat is uiteindelijk waar je het als ouder ook wel een beetje voor doet. Wat was nou het vervelendste dat degene naast je heeft gedaan? Wij doen een beetje wedstrijd tegen elkaar. Alleen wat ik zo jammer vind is dat het is eigenlijk niet echt een wedstrijdje met Gilles. Dus dat is, ja, het moet wel, ik vind dat die ze wat beter zijn best moet doen eigenlijk. Ja, wat is vervelendst aan jou? Zeg het eens. Dit soort gesprekken. Maar ik heb nog niet echt heel wat vervelends ontdekt, moet ik eerlijk zeggen. Weet ik niet, wat heb je gedaan? Maybe hitting people with pingpong balls. Af en toe jongens, opmerkingen, zo. En dan win ik gewoon de helft, of drie kwart. En dan komt hij weer met zijn grote mond als hij 1 keer wint. Dat is heel braaf. Kijk dan, kijk hem zitten, vies fuck. I try to get them to say whether they are single or not. Maar wij beginnen geen romans met z'n tweeën. Is de organisatie een beetje tevreden? We zijn heel blij dat alle activiteiten hebben kunnen plaatsvinden zoals we hadden gepland. En ook online is eigenlijk alles heel soepel verlopen. Ik heb zeker het idee dat we de stad Eindhoven en alle haar verenigingen hebben kunnen laten zien. Ik vond ook wel dat het programma heel gebalanceerd was en eigenlijk best wel goed in elkaar zat. Als dat mag zeggen, ons eigen programma. En het was voor ons in ieder geval ook heel leuk. Hebben de kiddo's zich goed gedragen? Ik vind dat ze zich verrassend goed hebben gedragen. Er werd wel echt goed gelet op die 1,5 meter. En dat is ook mede dankzij onze vrijwilligers die ze aan alle kanten goed ingezet hebben. Want ja, de online, dat vond ik toch wel een beetje vervelend. Nu hebben we een beetje menselijk contact ook. You know, it's nice to start off the year of time in an unfamiliar place with some fun activities. Er is zo'n chille vibe hier op de campus. Ja, het is gewoon iedereen mag iedereen. I was surprised as to how many associations there are. Stiekem is het toch nog wel vermoeiend, ook al wordt er niet gefeest. Hebben jullie nog iets geleerd deze week? Dat we 1,5 meter afstand moesten houden. Nou ja, dat het toch wel belangrijk is om gewoon echt contact te hebben met mensen hier. Wat andermaal mij geleerd is gewoon makkelijker op iemand afstand. Dat leven op 7 vierkante meter kamer niet echt lekker is. Nou ja, ik ging me dus ook inschrijven voor SC. En ik denk dat ze mij wel net die stap door heeft laten zetten. Je moet genieten. Hopelijk is het genieten gelukt afgelopen week. Ons in ieder geval wel. Hiermee komt ook een einde aan de videoreeks over de intro. Maar niet voordat wij nog 1 keer zeggen: nieuwe studenten, welkom in Eindhoven. Nieuwe studenten, welkom in Eindhoven.